Ja, hoi allemaal. Hallo. We zijn bij... View. Ja, en we hebben hier vandaag een backstage rondleiding. Ja. Dus we nemen jullie vandaag eventjes mee. Toppie. We zijn nu binnen bij View en ik vraag me al heel lang af, hoe werkt het nou helemaal achter de schermen? Ja, ik ook. Zullen we het gewoon maar vragen? Dat gaan we vragen. We gaan even iemand zoeken, want... Ja, we willen het weten, dus we gaan even zoeken of er iemand hier toevallig is. Ja. Daar zijn we dan. Wij hadden een vraagje, hoe werkt het nou achter de schermen bij een film? Nou, het is zo dat tegenwoordig is alles digitaal. Dus we hebben een projector staan en daaronder zit een computer. En die stuurt eigenlijk heel de zaal aan. Zowel de film als de zaal zelf. Dus die doet de lichten uitzetten, de geluid regelen en zet de projector ook aan, zodat er beeld is. Ook hebben we een audiocast en die zorgt eigenlijk voor de muziek. Zowel de muziek voor de film. CD spelen en ook tijdens de film, dus de trailergeluiden, de reclamegeluiden en van de film zelf natuurlijk. En ik zie hier nou drie apparaten en van oud naar nieuw. Welke was het eerst en welke? De twee buitenste zijn eigenlijk de oude projectoren, zijn ook van Philips. En de middelste is eigenlijk de digitale. En zodat dat ongeveer 10 tot 15 jaar geleden is daar omgewisseld. De oude films waren nog met filmspoelen. Dus er staat daarnaast staat ook een kwartje daarvoor. En daar staat vroeger de films op. En die gingen dan via het plafond die terug in de projector. En met de kleine beeldjes die ervoor zaten, ging het licht dan doorheen. En dan kwam uiteindelijk op het beeld terecht. En aan de film zit dan ook een geluidsspoor. En dat geluidsspoor dan meet je ook mee. En dan stuurt hij door naar het audiokast, waardoor vroeger dan het geluid werd gemeten. Bij en die is dan bijvoorbeeld maar 2 dagen geldig. Dan kunnen we alleen die 2 dagen dragen. En dan is die eigenlijk op of klaar? Ja, dan kunnen we hem eigenlijk niet meer gebruiken. Dus het bestand is er nog wel, de sleutel is er ook nog, maar omdat hij niet meer geldig is, gaat de film dan niet meer open en kan je hem dus niet meer draaien. Dus krijg je een foutmelding als je hem wil inladen. Oh, dus dat is eigenlijk een heel ingewikkeld verhaal. Ja, eigenlijk wel. Ja. werk jij ook achter de schermen of is het voornamelijk voor de schermen en bij de kassa en bij de eten? Nou, ik ben een assistent theatermanager, dus het is zo dat ik zowel in het beeld van de gasten loop als buiten het beeld. Ik moet dus bijvoorbeeld ook de personeelszaken regelen. Zelf ben ik wel meer gespecialiseerd in de techniek. Dus het is ook zo dat de projectoren 1 keer in de maand onderhoud nodig hebben. Dus dan worden ze uit elkaar gehaald, worden de filters worden schoongemaakt. En bijvoorbeeld moet ook af en toe een keer de lamp worden vervangen. Dus dat doe ik eigenlijk over het algemeen. En ik doe natuurlijk ook gewoon de gasten helpen aan de kassa, aan het buffet, ticketcontrole. Of even de zalen controleren of iedereen zijn eigen ticket laat. Oh ja, nou, helemaal goed. Zetten jullie dit dan zelf in elkaar of kopen jullie dit gewoon 1, 2, 3? Nou, kijk, van de filmmaatschappij krijgen we dan eigenlijk een knutseldoos. En die moeten we dan zelf in elkaar zetten. En dan is eigenlijk ter promotie van de film zelf. Tegenwoordig heeft View dat niet meer. Om paperbacks tegen te gaan, doen we geen standees of posters meer. Dus dadelijk zie je in een foyer zie je vooral grote schermen hangen. Waarin het grote film wordt afgebeeld. En je ziet televisies waarop de posters voorbij komen. Dus dan is het meer ook interactief. Oké. Okay. Ja, want dit is Wally, jongens. Ik weet niet of jullie daar kennen. Lieve Wally. Ja, ja. Dus ja, die staat hier nog. Ja. Ja, die staat hier nog een beetje. Is het mogelijk om het mee te nemen of is het niet van toepassing? Helaas niet, hij moet hier blijven staan. Jammer, die wilden we zo graag hebben, hè? Ja, heel graag. Boven mijn bed hangen of zo. Hè? Ja. Achter ons bevindt zich het eten, het drinken, de popcorn, de chips, de cola, de Fanta en alles en nog wat. En maar wat is nou het lievelingshapje, drankje bij een film? Ja, natuurlijk, de popcorn is niet missend bij de film. Elke bioscoop heeft wel popcorn. Het is zo dat View maakt elke dag zijn popcorn vers. En zijn we eigenlijk een van de enigste bioscoopketen die dat doet. Het is eigenlijk zo dat iedereen zijn voorkeur heeft aan een drankje. Sommige mannen drinken alleen maar bier. De vrouwen nemen cola light. Of natuurlijk de ijstie. Dus dat is echt aan iedereen heel verschillend. Ja, inderdaad, de wijndames krijgen we ook af en toe langs. Met Gooise Vrouwen, bijvoorbeeld. Yeah. 50 Shades Darker dadelijk. Zullen ze ook lekker veel wijn drinken. Yeah.
Dus wij gaan aan de kast, is altijd een schil. Oh, ja. En je hebt ook een kidsbox, toch? Voor kindjes. Ja, klopt. Ja. Er zit dan ook popcorn bij, er zit een pakje drinken bij, een lolly en een spekje, dus dat is echt speciaal voor kinderen. Ja. En dan ook een kleine hoeveelheid, zodat ze niet te veel eten. Dat is wel iets voor jou. Ja, nee, dat precies. Dan weet ik wat ik voor me vind in de bioscoop. En wat is nou de beste plek voor in de bioscoop? Ze zitten achteraan, vooraan, in het midden, aan de zijkant. Nou, het is zo dat eigenlijk de meeste mensen wel achteraan zitten, maar dat is eigenlijk niet echt de beste plekken. Het is zo dat je namelijk van achter kijkt ook geluid. Het is eigenlijk het beste om in het midden te gaan zitten. Dus als je 12 rijen hebt, rij 6, 7, 8, 9 zijn eigenlijk de perfecte plekken. Het is ook precies het horen beeld, dus hoef je ook niet naar boven en naar beneden te kijken. Dit is zaal 1. En hoe ziet een zaal eruit zonder mensen? Nou, zo! Is het echt bijna niks? De film gaat bijna beginnen, dus ik ga hier lekker zitten. En dan zie ik jullie zo weer. Ja. Oké. Okay. Dit is zaal 2 en ik ga hier lekker zitten. We gaan trouwens zo een interview doen, want we willen alles weten rondom de bioscoop en stoelen en zalen en muziek, films, etc. Dus blijf kijken! Dit is zaal 3 en het is ook niet een hele kleine zaal, maar ook niet een hele grote, maar wel een fijne zaal. En als je zo naar beneden loopt, ben je bijna bij het scherm. Dus overal waar je zit, zit je goed. En we lopen gewoon even lekker door. Nou jongens, hier zie je dus de bioscoopzaal. Ik moest even bukken, want anders zag je het niet. Ja. Het is best wel groot, zoals je ziet. Vergeleken met mij is het zeer groot. En hier is de zaal. En laat Daphne komt er even bij staan. En dan gaan we een beetje bukken. Oké, jongens, en dan gaan we door naar de 4e zaal. 4. En dit is zaal 4. En als je nou denkt van wow, zie ik dubbel. Dit is precies het spiegelbeeld van zaal 3. En hoe lang duurt ongeveer een pauze? Nou, pauze duurt meestal 10 minuutjes tot maximaal een kwartier. Maar het ligt natuurlijk ook weer aan de drukte. Als er maar 2 mensen in de zaal zitten, vaak weten ze pauze willen. Ja. Stel je voor, de zaal zit vol. Dan kan het misschien zijn dat de pauze wat langer duurt. Zodat we iedereen kunnen helpen en zodat iedereen even naar het toilet kan. Ja, of even een sigaretje kan roken. Ja, er staat een flinke rij. Ja. En is het zo ook zo dat, zeg maar, net als hier hebben we ook een bar. Zijn die alleen door de week open of zijn die ook altijd in het weekend open? Ze zijn eigenlijk altijd open op de drukste momenten. Okay. Vrijdag, zaterdagavond zei ik vooral. En tijdens de vakanties kan het ook zo zijn dat die gewoon door de week open zijn of overdag. Oké. Je hebt kinderbrilletjes, je hebt grote mensenbrillen en je had nog een andere specifieke bril. Ja, we hebben ook een clip-on bril. Dus mensen die al een bril van hun eigen hebben, kunnen dus de 3D-bril daar opzetten. Dan hebben ze dus geen last van 2 brillen over elkaar heen. En we hebben ook nog een 2D-bril. Dus dan kan je een 3D-film in 2D zien. Oh, dit is... daar heb ik nooit van gehoord. Superleuk! Nu gaan we de brilletjes opzetten. En ik weet van mezelf, ik heb best wel een klein hoofdje. Dus ik zal dat kinderbrilletje ook wel passen, denk ik. Dit is het 3D-brilletje. Dit is de 3D-kids. En dit is de 3D... 3D? Alles in 3D. Mees Kees. Sing. Alles. Een paar vragen stellen. Aan Mitch. Dat is een medewerker van VU in Den Bosch. Klopt wel, man. Dus, ja. Hoe bepalen jullie welke films hier draaien? En draaien ook alle films hier? Of is dat vaak? Nou, alle films draaien sowieso niet altijd bij ons. Het is namelijk zo dat we maar 5 zalen hebben. En we natuurlijk ook allemaal verschillende tijden waarop we de films kunnen draaien. Het is zo dat op ons hoofdkantoor een afdeling programmatie zit. En die kijken eigenlijk altijd van, nou, welke films doen het goed in deze stad. En daar maken ze ook afspraken met de filmmaatschappijen mee. En van daaruit maken we ons programma. En dan hier op de lokale VU Den Bosch kijken we dan van welke films wij willen draaien en hoe laat precies. Maar over het algemeen wordt alles eigenlijk behandeld bij ons op hoofdkantoor. Oké. Okay. Ja. Is het ook wel eens een keer geweest dat jullie hier een première hadden? Een hele grote film met alles en nog wat erbij? Of is dat eigenlijk nog nooit... Ja, we hebben wel verschillende premières gehad. Bijvoorbeeld was de New Kids première is hier ook geweest van de eerste film. Okay. We hebben ook de Living for the Weekend hebben we bijvoorbeeld gehad. Patria is weer een kleinere film, die hebben we hier ook gehad. Ik ben in één keer kwijt. Geen probleem.
En hoeveel mensen komen gemiddeld zeg maar, op een dag hier in de bioscoop? Nou, per dag is eigenlijk altijd verschillend. Het is nou bijvoorbeeld een donderdag nu we hier zijn. En daar is het wel een rustigere dag. Donderdag is eigenlijk wel de première dag. Dus eigenlijk de drukste dag van de doordeweekse dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag is eigenlijk de drukste dagen altijd. Okay. Dus eigenlijk een gemiddelde maandag heb je ongeveer 200 tot 300 bezoekers. Maar als je bijvoorbeeld naar een zaterdag gaat, dan kan het maximaal 1800 zijn. En het is zo dat we afgelopen kerstvakantie hebben zelfs de drukste dag gehad. En er was 3100 mensen. Zo. Ja. Dus het scheelt zeg maar ook per weekend en... Ja, inderdaad. Het scheelt ook op de tijd van het jaar natuurlijk. In de zomer is het wel rustiger, omdat het buiten dan heel warm is. Ja. En in de winter is het heel druk. De kerstvakantie is eigenlijk altijd de drukste twee weken van het hele jaar bij de bioscoop. En is het ook zo dat het nog wel druk is bij de bioscoop, aangezien er natuurlijk ook veel Netflix is en Videoland en dat soort bedrijven? Ja, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk weer een stijging gezien in bezoekersaantallen. Ja? Het is zo dat in Nederland steeds meer bioscopen worden gebouwd. Dus mensen krijgen steeds meer keuze in waar ze naartoe willen. En we zien eigenlijk de bezoekers daardoor alleen maar stijgen. Dus het is voor Nederland eigenlijk een goede bioscoop-tijd. Dus het is wel, komt wel nog voor dat zeg maar, net als deze zaal, die is natuurlijk super groot, dat die wel nog redelijk vol zitten? Of, Ja, inderdaad. Af en toe zit hij nog vol. Ron Goos' eerste weekend zat er 270 man in. Nou, er kwam 370 mensen in. Oh. Nou, dan is hij wel aardig vol. En het is zo dat we volgende week hebben ook de Ladies Night van 50 Shades Darker. Mm-hmm. En dat is zo dat we zelfs alle vijfde zalen die we hebben helemaal uitverkocht hebben. Yeah. Dus dan zitten hier dadelijk 370 dames in de zaal. Oké. Gezellig. Gezellig, ja. Wat maakt het zo leuk om nou in een bioscoop te werken? Nou, een bioscoop is eigenlijk altijd verschillend. Het komt allemaal verschillende mensen tegen. En het is eigenlijk altijd, het is elke dag weer iets anders, want er komen natuurlijk elke dag andere bezoekers. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook elke week weer nieuwe films. En daardoor blijft het eigenlijk altijd wel leuk en gezellig. Oké. Okay. En kom je dan ook weer dezelfde mensen tegen of is dat dan helemaal uit je geheugen wie er dan wel en niet? Nou, we hebben wel een aantal bezoekers. We hebben bijvoorbeeld een abonnement, Moviepass. En daardoor gaan bezoekers betalen maar €19 in de maand. En daardoor komen ze eigenlijk echt 4 keer in de week wel eens langs. Dus we hebben wel een aantal bezoekers die echt superveel komen. En die zijn echt filmfanaat. Oké. Is het ook zo dat er alleen maar films draaien van grote filmmakers? Of draai je ook wel films van wat kleinere mensen die bijvoorbeeld zelf een productie aan het maken zijn? Ja, View Cinema is eigenlijk een commercieel bedrijf. Dus ja? Het is zo dat we eigenlijk alleen maar commerciële films draaien. Okay. We moeten natuurlijk kijken hoeveel bezoekers er komen. Als er maar 2 bezoekers komen over de hele week, dan is het natuurlijk een lege zaal die we dan niet hebben kunnen verkopen. Waardoor we geen geld hebben verdiend. Mm-hmm. Want ik ben zeg maar ook een film aan het maken, dus... Stel dat het ooit een groot project is, zeg maar, dat zou het dan ook hier kunnen draaien of is dat niet mogelijk? Ja, als het heel veel bezoekers trekt, dan is het mogelijk dat hij hier komt draaien. Okay. Het is natuurlijk zelf ook mogelijk om een zaal te huren en dan kan je ook je eigen film draaien. Ja. En komt het wel eens voor dat er een storing is en hoe reageren mensen dan in de zaal erop en hoe hou je die een beetje rustig dat ze niet meteen helemaal gek worden? Nou, er komt natuurlijk storing voor, het is allemaal digitaal, dus de kansen zijn dat er iets fout gaat met de computer of wat dan ook, of met de projector. Dan doen we eigenlijk zo snel mogelijk, zetten we de film stop, doen we even de licht aan en dan zorgen we ook voor dat een van de medewerkers de gasten toespreekt. En dan proberen we natuurlijk de storing zo snel mogelijk op te lossen. Yeah. En zodra die is opgelost, dan vertellen we ook weer aan de gasten dat hij weer verder gaat. En dan proberen we eigenlijk altijd binnen 5 minuten de storing weer op te lossen. Mocht dat echt niet lukken, dan gaan we natuurlijk voor de gasten een andere oplossing zoeken. Nou jongens, we zijn in ieder geval klaar met de backstage rondleiding. Ja, en het is nu tijd. Ja. Dus we gaan naar de film! Yay! Nou jongens. Het is voorbij. En we hebben genoten van de film, maar wel super leuk. Ja, en nu gaan we naar huis. En het was ook heel leuk. Veel geleerd, super, veel ja. gedaan. En zaterdag is hier een première met Ron Goos van een... van de makers van New Kids, een ja. film. Dus we gaan er waarschijnlijk ook heen. Dus er komt dan ook weer een leuke video van. Maar die zien jullie binnenkort weer. Dan gaan we nu de video afsluiten. Vonden jullie de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ja. En abonneer en reageer en dan zien we jullie de volgende keer. Dag, doei!